Journey gaan. Dan loop ik even voor naar boven, want dat is wat. Wat een prachtige plaat, Journey. En ik zei het in de aankondiging al, jij doet heel veel goeds voor de Nederlandse artiesten. Net is uitgereikt de BV Popprijs aan Herman Brood, die ook een joekel van een hit heeft op dit moment. En een prachtige LP gemaakt. Het gaat met solisten in Nederland best oké. Maar met bandjes, daar moeten we ons denk ik een heleboel zorgen over maken. Ja, want dat gaat niet goed. Maar ik moet er even iets aan toevoegen, want BV Pop doe ik natuurlijk niet alleen. Hè. Ik treed wel vaak naar buiten, maar dat doe ik namens een heleboel. En een heel hard werkend bestuur met collega's. Ja, maar er hoort er altijd één. Dat is net zoals bij UNICEF, die hebben een ambassadeur. Dus jij bent dat voor de BV Pop. En jij bent nu hier, dus vind ik dat leuk. Hoe denk je dat op te kunnen lossen om de bands in Nederland en België en eigenlijk in heel Europa weer volop aan het spelen te krijgen? Want daar gaat het om. Nou, dat gaat heel erg moeilijk. En daarom proberen wij het vuur aan de schenen van meneer Brinkman te leggen. Want er bestaat in Nederland een podiumplan. En dat podiumplan, daar moet meer geld in. En dat podiumplan, dat zorgt ervoor dat heel veel livebands kunnen spelen daar waar ze dat eerst niet konden. En daar is ooit eens een keertje, jaren geleden, toegezegd dat er 1 miljoen ingestort zou worden. En dat hebben ze nog steeds niet gedaan en dat willen we zo graag. En liever nog wat meer. Het wordt de hoogste tijd, Den Haag, om wat aan de Nederlandse popmuziek te doen. Want dat is een cultuur die we niet zomaar verloren mogen gaan. Goed gezegd zo? Ja, dankjewel. Oké, en jij ook bedankt. En we gaan naar een artiest, als we het dan toch over jonge, talentvolle, enthousiaste artiesten hebben, die bij ons in de band speelt. Hij komt uit België, onze gitarist. En het is zo leuk als we in het land spelen, kan hij zulke fantastisch leuke liedjes zingen. Hier is die, Erik Melaerts en de Los Was Band en So Lonely.